altijd al geweest om overal ter wereld het beste te zoeken en dat dan te proberen combineren op wat de klanten specifiek gaan zoeken. En dat is eigenlijk ook het geval met de volgende hengst die we nu willen voorstellen. Een hengst wiens grootmoeder onwaarschijnlijk actueel is en alle rankings aanvoert. Ze wordt beschreven als waarschijnlijk momenteel de allerbeste fokmarie ter wereld. The talented Sambucci de Muse is a son of Hunter's Scandro, who competed in the sport with both Constant Van Paasje and Harry Smulders. Now, the son of multi-winning stallion Hunter's Scandix is proving to be a valuable breeding stallion. Sambucci de Muse is a son of the mare Malissa de Muse, the rising star of Lorenzo De Luca. Malissa de Muse is bred out of Cordula de Lobri, the world's leading broodmare. She is the dam of no less than 13 international Grand Prix performers, including the licensed stallions Fantomas de Muse and Lector van den Bisschop, and Global, who competed at the World Equestrian Games in Tryon. Sambucci de Muse's great-grandam is Pro Casa Nikita de Lobri, who also competed at the World Equestrian Games in Jerez de la Frontera with Fernando Sarasola. Dat was Sambucci de Muse, zoon van Hunter's Scandro uit de Mary Malissa van Lorenzo De Luca. En dan dus die Cordula de Lobri. En hier komt, hier komt wel heel veel samen. Hunter Scandix, vader van Hunter Scandro, de vader van deze Sambucci. En dan natuurlijk die Sambucci en dan die fantastische moedlijn. Wat inspireert jou het meest in deze hengst? Nou, we hebben die moeder dus, die voor plezier mee, de grootmoeder. Ze is een van de betere vakmeisjes die er op de wereld rondloopt dan. En die heeft veel goede paarden gebracht. Dan de moeder van deze hengst, dat is in Figo. En die meeloopt ook al in 50 met goede resultaten. En de vader, Scandro, dat is dan een jongere hengst, nog minder bekend in de fokkerij, maar wel Staccato Contendro. Dat was een hengst met heel veel techniek en afdruk. Dat is een heel scherp springpaard. En dat is heel goed gecombineerd met het bloed van Figo, wat normaal wat zwaarder en royaler is. En wij hadden een boekje staan van de hengstkeuring. En toen zijn we naar de Brabant heen gegaan, hebben we wezen kijken. En wij vonden hetzelfde wat hij vond, denk ik. En we waren het gauw eens. En we zaten gauw op één lijn en ook qua fokkerij en qua paarden. Dus hebben we onze helft gekocht. En we denken dat we daar voor Nederland, of voor België of internationaal, maakt niet uit, overal een heel moderne springpaard in gevonden hebben. Een hele goede stam en goed gefokt is. Waar we hopelijk in de toekomst, net als ik zei, van Landino, veel bloed in mee kunnen brengen. Ja. Want om wel te zijn, dit is niet zomaar een Belgische stam, dit is echt een internationale stam. En ook, ja, ook de moeder Malissa de Muse wordt door Lorenzo De Luca als een ausnametalent beschreven, als echt een uitzonderlijk springpaard. Ja, maar dat is alleen maar mooi als je zo'n meisje ervoor hebt als hengst zijnde. Nou, dat bevestigt weer een beetje een stukje fokkerij. En dat is ook, als je zulke jonge hengsten kan gebruiken, jonge hengsten worden in principe minder gebruikt dan vroeger, maar met dit soort jonge hengsten, nou, waar we al meerdere van gezien hebben, er zit zoveel fokkerij achter, daar kun je niet veel mee verdwalen. Dus die moet je gewoon gebruiken en proberen, zoveel mogelijk. We hebben zijn vrijspringverrichting gezien. Hij wordt nu net onder het zadel gebracht. Ja. Wat heb jij gezien in vrijspringen? Wat moeten de mensen onthouden over zijn manier van springen? Het is een paard wat volgens mij alle technische concoursen aan kan, als je hem zo ziet. Hij is verkort, verlengd makkelijk, hij is vlug van de grond. Hij op een hindernis, je kan zien ook zo wat, hij verlengt hem zelf, kan sprongen langer maken, simpel. Het is voor mij een heel modern paard. Zoals hij nu is, is hij nog niet een heel royaal paard. Dan moeten ze nog iets meer ontwikkelen. Dus ik verwacht dat we eerst wel iets langere kleine merries bij moeten houden met iets front erop. Maar dat zal in de loop van de tijd dat de hengst zich ontwikkelt, dan zal dat nog iets bijsturen. Ja. Dankjewel voor de introductie bij die nieuwe naam, Sambucci de Muse. Denk niet aan Sambuca, denk aan Sambucci. Ondertussen kan ik u wel vertellen dat hier op de VDL-stut altijd wat te beleven valt. Het is een gigantisch groot bedrijf waar heel veel mensen gepassioneerd aan het werk zijn. En achter elk hoekje kan je wel iets leren. Of het nu over de sportstal gaat, of over de hengstenstal in het labo, of zelfs de mensen die hier de landerijen bewerken, waar het eigen hooi wordt gewonnen. Hier valt altijd wat te leren. En daarom is het meer dan de moeite waard om je ook eens mee te nemen voor een blik achter de schermen.